Moeten moderne mannen naar de universiteit gaan? Dit is een volledige guide voor iedereen die op het moment staat om de keuze te maken om eventueel naar een universiteit te gaan. Ik ben op mijn 20e naar een ondernemerschap universiteit gegaan in Tilburg en het was een complete ramp voor mij en ik ben na een jaar drop-out eruit gegaan, voor mijn eigen business gekozen en daarin geweldige resultaten kunnen behalen. En dat heeft mijn short track richting succes enorm hard verbeterd. Ik ga je precies uitleggen waarom. Ik heb 1 jaar universiteitservaring gehad. Dit was een aantal jaar geleden, COVID 2020. Ik koos voor de studie Entrepreneurship and Business Innovation aan de Tilburg University. Het was ook precies in het COVID-jaar dat net begon. En waarom ik eigenlijk koos voor deze studie, is omdat ik ondernemer wilde worden. En eigenlijk die sociale druk voelde vanuit mijn ouders om dat te doen. Op dit moment had ik al wel een eigen bedrijf. Ik was al bezig met mijn eigen business. Alleen ik kon hier nog niet fulltime van leven momenteel. En ik zal mijn oprechte review geven na 1 jaar. Opleiding 0 out of 10. Ik heb letterlijk niks geleerd. Ik heb alleen 3.500 schuld opgebouwd. En ik raad het je niet aan als je wil ondernemen op een ondernemerschapsstudie te gaan doen. Levenslessen 0 uit 10. Het was COVID. Je kon nooit op studie komen. Ik ben ook niet op kamers gegaan om kosten te besparen en die in je eigen business te stoppen. Wat ik je zeker aanraad, mocht je wel gaan studeren, om gewoon thuis te blijven wonen en alles wat je bespaart ergens in te investeren, heb je veel meer aan. Ik investeerde mijn volledige duo in mijn business destijds. En ondernemerschap 3 van de 10. Ik heb weinig dingen geleerd qua ondernemerschap. Weinig connecties gemaakt waar ik iets aan heb. Die mensen die ik heb ontmoet, die hebben wel iets aan mij, ik niet aan hun. Dus in dat geval, voor mij was het echt een no-go. En voor iedereen die meer wilt in het leven, raad ik geen unie aan. Kosten. Laat nooit je opleiding je in slechte schulden brengen. Na 1 jaar studie had ik 3500 euro, geen dollar, schuld. Zonder ook maar op kamers te gaan of zonder ook maar iets te doen. Stel je voor, ik had dit 4 jaar gedaan, had ik 14.000 euro schuld. Allereerst kijk naar de kosten die je gaat maken de komende jaren voor je studie. Wil je eventueel een studie gaan doen? En kijk naar wat gaat het je opleveren op de lange termijn. Gaat het je in de schulden brengen op de lange termijn? Wat is het verdienpotentieel met jouw beroep of met type studie dat je kiest? Betalen je ouders? En zou je dat kapitaal ook beter kunnen besteden en ergens anders in kunnen investeren, zoals je eigen business bijvoorbeeld? Oké, voordelen van naar de universiteit gaan als het gratis is of je niet in schulden brengt. Je kan een bachelor of master halen waar je een beroep mee kan doen, waar je goed geld uit kan halen. Rechter bijvoorbeeld, geneeskunde, computerwetenschap, IT, etc. Voordeel van wat je hiervan hebt, is je hebt veel vrije tijd. Het is een makkelijke weg om huis te verlaten, / onafhankelijk te zijn. Goede sociale ervaring, je leert veel mensen kennen. Je gaat misschien een studentenvereniging, etc. Je bent omringd met andere jongeren, wat goed kan zijn voor ondernemen en de connecties die je later maakt in het leven. En je hoeft het niet af te maken. Ik ben na 1 jaar gestopt en ik heb daar nul spijt van. Oké, de nadelen. Opportunity cost. Wat geef je op door naar de uni te gaan? Veel feesten, alcohol en drugs. En dit kan je eigenlijk in een duister gat brengen. Veel van dit soort gasten die zuipen van donderdag tot zaterdag elke week weer en er wordt weinig gestudeerd. De universiteit duurt echt fucking lang. Je kan zomaar 4 jaar van je leven volledig weggooien. Het duurt echt, echt heel erg lang voordat je ook maar een papiertje hebt waarmee je iets kan en dan begint het echte leven pas. Je wordt het gemiddelde van de 5 mensen waar je het meeste tijd mee doorbrengt. Nou, wat voor mensen heb je op de uni voornamelijk die alleen maar zitten te zuipen voornamelijk en te genieten van het leven? Dan ga je ook meer zuipen en meer genieten van het leven. En veel mensen gebruiken dit ook als een gratis ritje voor 4 jaar. Ik ga je 4 jaar studeren en daarna zie ik wel wat ik wil gaan doen in het echte leven. En dan ga je weer terug het huis in met je ouders. Hoe de fuck ga je dat doen? Je hebt 4 jaar nu op kamers gewoond en nu ga je weer terug naar je ouders en heb letterlijk niks bereikt en alleen maar lopen feesten. Het geeft nul zekerheid, zoals we hebben gezien bij corona. Elke baan kan verdwijnen en tegenwoordig als je een diploma hebt met een uni, betekent nog niet eens dat je een baan krijgt tegenwoordig. Je hebt veel meer aan real life experience dan gewoon theorie. 3 goede alternatieven. Je hoeft niet naar de uni om het huis uit te gaan. Bij een uitbundig ondernemende persoon, heb je goede vrienden om je heen, kan je een plek hebben waar je samen kan werken terwijl je eventueel een baan hebt. Kan je een competitief mannelijk huishouden bij elkaar krijgen. Kan je grinden met z'n allen om succes te behalen. Wetende dat je 4 jaar hebt om dit te laten lukken. Dat is een heel belangrijk eerste alternatief voor je om mee te nemen. Leer een skill. Het is dom dat mensen neerkijken op skills. Skills van copywriting, sales, marketing, e-com, dropshipping, crypto. Er zijn zoveel skills en deze dingen kunnen je een fortuin opleveren. En met deze skills kun je 100.000 plus per jaar mee verdienen winst. En dat lijkt me veel waardevoller dan een of andere studie. Maar dat is volledig aan jou en wat jij wil uit dit komende leven.
Werken in de industrie. Door de jaren heen hebben mensen altijd geleerd van experts. Ik ben bijvoorbeeld expert in de dropshipping space, in de mentorship dynamiek. Vanaf nul beginnen kan je heel veel voordelen opleveren. Als je iets hebt om te leveren, kan je zelf omhoog duwen. Je zal mijlenver voorliggen op de afgestudeerde. Dus als je investeert in mentoren die je een specifieke skill leren waar je iets aan hebt voor de rest van je leven ten opzichte van de studie waar je niks mee gaat doen, is dat zoveel waardevoller dan die 4 jaar die je gaat doen. Zelfs al kost het eventueel meer. Dus dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Als je ondernemend wil zijn en je denkt er is meer voor jou in het leven en je weet niet precies wat je wil gaan doen qua beroep, dan zou ik je echt aanraden om de uni te skippen en volledig te gaan voor je eigen onderneming. Drop een like op deze video, abonneer op het kanaal, zodat ik superveel van dit soort video's voor je kan maken en ik zie je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.